In deze middagdienst willen we ons verder laten onderwijzen door Gods woord als het gaat om de sacramenten. En daarom lezen we eerst drie gedeelten uit Gods woord, uit Psalm 103, de verzen 8 tot en met 18. En dan twee korte gedeelten uit het Matthäus-evangelie, het slot van Matthäus, Matthäus 26, de verzen 26 tot en met 30. In Matthäus 28, de verzen 16 tot en met 20. En aansluitend lezen we dan artikel 33 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Eerst stellen we ons onder het onderwijs van Gods woord uit Psalm 103, de verzen 8 tot en met 18. En daar lezen we Gods woord als volgt: barmhartig en genadig is de Heere. Langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. De dagen van de mens zijn als het gras, gelijk een bloem van het veld, alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is ze niet meer en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid van de Heere is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degene die hem vrezen en zijn gerechtigheid aan kindskinderen, aan degene die zijn verbond houden en die aan zijn bevelen denken om die te doen. Dan uit het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 26, en daarvan vers 26 tot en met 30. En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak hij het en gaf het de discipelen en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien zeggende: drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed. Het bloed van het Nieuwe Testament, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonden. En ik zeg u, dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op die dag, wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. En dan nog een aantal versen uit het slot van het Matthäus-evangelie, Matthäus 28, vanaf vers 16. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan. Maar sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. We lezen uit onze belijdenis artikel 33. Ieder die in het openbaar geloofsbelijdenis heeft afgelegd, heeft ook zijn jawoord aan dit artikel gegeven. We lezen samen artikel 33. Wij geloven dat onze goede God
acht hebbende op onze grovigheid en zwakheid, ons heeft verordend de sacramenten, om aan ons zijn beloften te verzegelen en om panden te zijn van de goedwilligheid en genade van God te onswaarts en ook om ons geloof te voeden en te onderhouden. Dewelke hij gevoegd heeft bij het woord van het evangelie, om te beter aan onze uiterlijke zinnen voor te stellen, zowel hetgeen hij ons te verstaan geeft door zijn woord, als hetgeen hij inwendig doet in onze harten, bondig en vastmakende in ons de zaligheid die hij ons mededeelt. Want het zijn zichtbare waartekenen en zegelen van een inwendige en onzienlijke zaak, door middel waarvan God in ons werkt door de kracht van de Heilige Geest. Zo zijn dan de tekenen niet ijdel nog leeg om ons te bedriegen, want Jezus Christus is hun waarheid, zonder wie zij niet met al zijn zouden. Voorts zijn wij tevreden met het getal van de sacramenten die Christus, onze Meester, ons heeft verordend, welke niet meer zijn dan twee, te weten het sacrament van de doop en van het heilig avondmaal van Jezus Christus. Tot zover ook onze belijdenis. Onderwijs ontvangend uit artikel 33... en dat gefundeerd is op verschillende plaatsen in de schrift, willen we als uitgangspunt voor de prediking nemen Psalm 103 en daarvan de verzen 13 en 14. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen, want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat we stof zijn. Geliefde gemeente, alles heeft onderhoud nodig. Uw tuin heeft onderhoud nodig. Uw huis heeft onderhoud nodig. U kan dat zelf doen. Er zijn mensen die daar hun beroep van hebben gemaakt om dat voor u te doen. Uw auto moet van tijd tot tijd naar de garage voor onderhoud. Want als je dat onderhoud niet pleegt, dan, zo kan je het uitdrukken, dan gaat het van ons af. Dan gaan de dingen van ons af. Kan het stuk gaan met alle gevolgen van dien. Je kunt dat dus zeggen van allerlei dingen die wij kunnen maken. Je kan het ook zeggen van je lichaam. Je lichaam heeft ook onderhoud nodig. Nou, als je niet goed let op de verzorging van je lichaam, als je het niet genoeg te eten en te drinken geeft, dan is er een grote kans dat je ziek wordt en met alle gevolgen van dien. Je kunt dat dus zeggen over het materiële, je kunt het zeggen over je lichaam, je kunt het ook zeggen over het immateriële, als ik het zo eens mag zeggen, over relaties met elkaar. Contact met elkaar moet je ook onderhouden. Als je als jongen op een gegeven moment een meisje leuk vindt en je hebt verkering gevraagd, kun je niet zeggen, nou ja, ik heb nou verkering en nou hoeven we niet meer te praten. Het is allemaal voor elkaar. Of als je zegt van, nou, we gaan verloven. Dat je dan zegt, nou, we hebben tegen elkaar gezegd, we willen gaan trouwen. Nou ja, dan is het klaar, dan gaat de rest allemaal vanzelf en daar hoef je je niet meer druk over te maken. Je hoeft niet zoveel aandacht meer aan elkaar te besteden. Nee, dan gaat het mis. Relaties hebben ook onderhoud nodig. Maar als je het van al die dingen in ons aards bestaan kunt zeggen en dat het onderhoud nodig heeft, dan geldt het ook van wat ik dan vanmiddag noem geestelijke dingen. Hebben we dat ook in de gaten, dat het geestelijke en geestelijke zaken onderhoud nodig hebben? Dat je niet kunt zeggen, nou, de Bijbel, ik geloof dat dat Gods woord is, en wat daar staat is waar, de Heer Jezus is gestorven voor de zonde. Nou, dat is het zo.
Ik geloof dat en nou, dan hoef je verder ook niet zo heel veel te lezen in de Bijbel en je hoeft niet zozeer naar de kerk te gaan. Als je lid bent van de kerk, dan is het allemaal oké, hoef je er niet al te druk om te maken. Nee, geloof, levend geloof, heeft onderhoud nodig. En dat is ook een Bijbelse les. En wie dat dan vanmiddag hier of thuis mocht denken, nou, dat hoeft van mij zo op die manier niet zozeer. Je kan dat zelf wel een beetje bepalen, dat onderhoud. Nou, laat hij dan maar zijn ogen open gaan doen en vooral zijn oren om te horen wat de Geest dan zegt over het onderhoud van het geloof. En voor wie mag gelden, mijn oren zijn daarvoor open gegaan en ik mag dat zien, dat geestelijke zaken ook onderhoud nodig hebben, dat het geloof gevoed moet worden, gevormd moet worden, dat het dieper moet worden, dat het groeien moet. Die mag vanmiddag ook horen dat als u dat hebt geleerd, u dat niet hebt geleerd van uzelf, maar dat God u dat heeft geleerd omdat God dat weet. God weet dat wij onderhoud nodig hebben als het gaat om de geestelijke dingen. En dat waar het gaat om de prediking van het evangelie, de Heer Jezus daarbij ook sacramenten voegt om juist dat geloof te onderhouden. Daarom hebben we ook Matthäus 28 gelezen, ik kom daar straks nog wel op terug. Maar predik het evangelie hen dopende. Het hoort bij elkaar. De Heere weet op het allervolmaakst wat wij nodig hebben. Hij weet wat van zijn maaksel, zijn schepselen te verwachten is. En dan moeten we erachteraan beleiden, als we dat zelf ook hebben geleerd, dat we zwak van moed zijn. Klein van krachten. Dat de Heere ons te hulp moet komen. Ook in de geestelijke zaken. En dat hij dat doen wil, en dat is het vertroostende, als een vader die zich ontfermt over zijn kinderen. Daar gaan we vanmiddag naar luisteren, naar de instelling van de sacramenten. De inzetting daarvan, dat is de eerste gedachte waar we bij stilstaan, de bedoeling van die sacramenten. En tenslotte ook nog iets over de werking van die sacramenten. Dat laatste, dat komt straks uitgebreider aan de orde als de belijdenis gaat spreken over de twee sacramenten afzonderlijk, de doop en het avondmaal. Maar vanmiddag de sacramenten, de inzetting, de bedoeling en de werking. Onze belijdenis begint opnieuw met die inmiddels wel, denk ik, voor ons bekende eerste zin. Wij geloven. En het is een uitdrukking die dan volgt, die wel vaker nog in de belijdenis voorkomt en ook al eerder voorgekomen is, maar die als het gaat om de sacramenten toch ook iets weergeven van de tere omgang met God. Van dat contact waarin je de Heere mag leren kennen in wie Hij is. Wij geloven dat onze goede God, achthebbende op onze grovigheid en zwakheid, ons heeft verordend om de sacramenten, via die sacramenten ons zijn belofte te verzegelen en panden te zijn van zijn goedwilligheid en genade jegens ons. Om ons geloof te voeden en te onderhouden. Wij geloven dat onze goede God. Dat is taal van een kind van God. Dwars door alles heen. Dat is taal van een kind van God die iets gezien heeft van het hart van zijn God. Van de koning van de kerk. Van de liefde van de Vader die zich om Christus wil ontfermt over zijn kinderen. Hier spreekt, en dan mag je het breder trekken, want we zeggen wij geloven. En ik hoop dat u het met me mee zegt vanmiddag, u en jij. Wij geloven, hier spreekt de kerk in verwondering uit. Wat hebben we toch een goede God. En ik hoop dat we daar vanmiddag iets van verstaan.
de goedheid van de Heer in zijn zorg voor zijn volk. In de voortgang van de prediking. Als hij zegt, ik geef u een morgenoffer en een avondoffer. Dat we er vanmiddag als Nieuwtestamentische gemeente dan weer mogen zijn rondom dat woord. Omdat hij het ons geeft. Dat hij doorgaat met dat evangelie te laten verkondigen en te laten uitleggen en te laten bedienen. En dat hij van tijd tot tijd bij dat gepredikte evangelie ook zichtbaar onderwijs geeft. Dan zegt Gods volk, wat is de Heere toch trouw? En wat is hij toch goed? En dan kunt u naar vorige week terugdenken bij het sacrament van de heilige doop. Dan kunt u de week daarvoor nog bedenken als het gaat om het heilig avondmaal. Dat de Heere van tijd tot tijd en als het om het avondmaal gaat op gezette tijden, zo ongeveer om de 3 maanden, het laat zien wat er in zijn hart is. En als je dan bedenkt wat er misschien wel sinds de afgelopen avondmaalsbediening of de afgelopen 3 maanden alweer in je leven zich afgespeeld heeft en wie je geweest bent voor de Heer. En dat je moet belijden en met schaamte moet zeggen, ik had me nog zo voorgenomen dat het deze keer beter zou gaan. Dat de Heer een God is die zo goed is, dat hij toch weer wil komen met zijn evangelie van genade. Als je iets hebt leren zien in het licht van zijn heiligheid en van zijn gerechtigheid, er klopt niks van en het is nog lang niet wat het zou moeten zijn. Het is toch eigenlijk onmogelijk dat de Heer nog met mij bemoeienis zou willen hebben. Dat je Petrus kan begrijpen, Heer, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Ik pas helemaal niet bij u. Dat zo'n eerste stap in het zelfonderzoek voor het heilige avondmaal, dat ook wel weer eens aan het licht brengt wie je zelf bent voor de Heer. En dat het dan zo'n wonder wordt dat je weten mag, maar als ik het beleven mag en hij nog niet wedergekomen is, dan geeft hij volgende week de tekenen en zegelen van zijn goedheid. En dat zijn goedheid zo is dat hij dan nog met je te maken wil hebben, maar dan niet als die harde en stuurse meester voor in de klas, die het eigenlijk een beetje zat is dat je het nog steeds niet begrijpt en dat het nog steeds misgaat in je leven en je dan nog wel eens een keer een lesje zal leren. Blijf maar eens na. Maar dat hij het doet als die liefhebbende vader die zegt, kom, ik heb in de gaten dat je het nog niet snapt en dat het nog niet gaat zoals het zou moeten. Kom. Ik ga het je nog een keer uitleggen. Ik laat je nog een keer zien waar het op aankomt. Ik wijs je nog een keer op mijn zoon. Die zijn handen uitstrekt. Niet om te slaan. Maar om te vergaderen. Bij zich te halen. Zoals hij met die discipelen deed. Die het nog steeds niet konden begrijpen. Die hem nog voor de voeten liepen. En er was er een die trok zijn zwaard eruit. En die sloeg om zich heen. En daarvoor waren ze nog in slaap gevallen. En ze liepen hem zomaar in de weg. Maar dat de Heer ze opzoekt. En zegt, kom. Moest de Zoon des Mensen niet al zo lijden en sterven? En dat hij dat in de prediking van het evangelie nou wekelijks wil doen. En dat hij in de sacramenten het precies hetzelfde doet. Wij geloven dat onze goede God. En dat hij dan zo naar de gemeente kijkt, als die herder naar zijn schapen. En ziet welk schaap wat nodig heeft. Het aanvoelt, het weet. Dit schaap heeft dit nodig. En dat schaap heeft weer wat anders nodig. En dat lammetje, dat heeft die verzorging nodig. En zo voor zijn kudde waakt en zorgt. En dat die herder het dan niet alleen maar weet, maar ook die zorg aan dat schaap en dat andere schaap en aan dat lammetje geeft. Dat die zo diep afdaalt
als de Heilige Vader om voor zijn kinderen te zorgen. Hij daalt af naar mij in de prediking, in de sacramenten, om op zoek te gaan naar het verlorene, om het te vinden. En om dan niet te zeggen, nou daar lig je dan, maar om je op te rapen en om te schenken wat je nodig hebt. Om terug te mogen keren tot hem. Wij geloven dat die goede God, acht hebbende op onze grovigheid en zwakheid, ons heeft verordend de sacramenten. En daar hou ik bewust even stil. Ik zei net bij de aankondiging van het lezen van artikel 33, ieder die openbare geloofsbelijdenis heeft afgelegd, heeft hier zijn ja-woord aangegeven. Ik geloof dat God, die mij door en door kent in mijn zwakheden en mijn ongevoeligheid zo vaak, de sacramenten heeft verordend. Dat is niet dat hij zegt, ik geef je een advies, zou je misschien dat kunnen gebruiken? Nee. Neem. Eet. Gedenk. Geloof. Doe dat tot mijn gedachtenis. Doop ze. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Met deze belijdenisgemeente belijden wij dat het luisteren naar het woord, het gebruik maken van de prediking en het gebruik maken van de sacramenten niet overgelaten wordt aan onze willekeur. En er geen ruimte bestaat dat wij zouden denken, nou, misschien ga ik maar één keer naar de kerk, dat is wel genoeg. Eén keer een offer, of het nou het morgenoffer is of het avondoffer. Of één dienst beluisteren als ik door gezondheid niet naar de kerk kan komen. Of ik nou wel mijn kind laat dopen of niet. Of ik nou wel of geen avondmaal vier. Dat laat hij niet aan ons idee over. Hij heeft het ingesteld. En waarom? Omdat hij mij kent. Omdat hij weet wat zijn volk nodig heeft. En je kind laten dopen of naar de kerk komen of avondmaal vieren is niet iets van mijn beleefdheid jegens God om dat te doen. Maar is wat hij aanreikt in zijn goddelijke alwetendheid. Dit heb je nodig. En daar moet u toch eens over nadenken. En ik zelf ook. Want heel vaak, en zo gaat het eigenlijk zo als vanzelf bijna, is een sacramentsdienst, is een avondmaalsdienst, met name een avondmaalsdienst, staat toch op een bepaalde manier hoger dan deze middagdienst. Een gewone dienst. En dat je de gedachte zou kunnen hebben bij een avondmaalsdienst. Ja, je kan maar beter niet aangaan dan wel aangaan. Want als je verkeerd aangaat, dan eet en drink je jezelf een oordeel. En daar heb u gelijk in. Zo staat het ook in Gods woord. Als je niet het lichaam, het offer van de Heer Jezus op die waarde, geestelijke waarde leert schatten dat die het heeft, dan zit je daar tot je eigen veroordeling, dat je dat niet gelooft. Maar laten we ons niet vergissen, gemeente, als de Heer Jezus woordbediening en sacramentsbediening bij elkaar gevoegd heeft, zo belijden we het, zo lezen we het in Gods woord, het hoort bij elkaar, dan kunt u vanmiddag uzelf ook een oordeel luisteren.
Als je het woord hier laat liggen. Als het woord geen uitwerking heeft in je leven. Als je het woord van onze goede God aanhoort en laat voor wat het is. Dan ben je een van diegenen die nog genoemd kunnen worden. Degene die de weg geweten hebben, maar niet zijn gegaan. En dat komt in het oordeel terug. Daarvan zegt de Heer Jezus, die zullen met vele slagen geslagen worden. Als je opzettelijk wegblijft bij het sacrament, dan ligt dat heel dicht aan tegen het niet op waarde schatten van dat genademiddel, wat eigenlijk genoemd wordt de verachters van God. Degene die het woord van God verachten en de sacramenten niet achten. Dan geef je er blijk van dat je het woord van God niet serieus neemt in zijn aanbod van genade en in zijn waarschuwing voor het oordeel. Ja, je kunt niet het sacrament ongelovig gebruiken. En je kunt ook niet wegblijven. Hoe moet dat dan? Hoe zit dat dan? Ja, dan komt, en ik hoop dat er zijn die klem dan ook gaan voelen als dat zo bij u of jou is. De Heere zegt, ik heb het ingesteld. En aan die instelling niet voldoen is ongehoorzaamheid tegen de goede God. Maar ik heb niks om dat op een wijze te kunnen doen zoals ik daar kan zitten, zoals God het van me vraagt. Hoe moet het? Weet u, die klem moet onze handen bij elkaar brengen om ze te vouwen en te bidden. Heere, dit is wat u van mij vraagt. Maar ik kom bij u om te pleiten op de belofte van de doop waarin u hebt gezegd, al wat u ontbreekt, schenk ik u zo gij het smeekt, mild en overvloedig, op mijn trouwverbond. Ziet u, als we Gods goedheid serieus gaan nemen, dan komt de klem erop te zitten dat het in mijn leven dan ook passend gemaakt moet worden bij God. Maar die klem, die brengt, de Geest wil ons dan brengen bij Christus, in wie het antwoord ligt. En als we de kerkdienst volgen op een manier dat je zegt, nou, we zijn weer naar de kerk geweest. Of als je het sacrament gebruikt op zo'n manier, nou, dat hoort dan. Hebben we dan wel begrepen waar de Heer het nou voor heeft ingezet? De prediking van het evangelie en de bediening van de sacramenten. Hebben we dan wel in de gaten gekregen waarom hij dat nou gedaan heeft? We belijden het. Waarom heeft u dat gedaan, Heere? Waarom die wekelijkse prediking? Waarom die sacramenten? Omdat onze goede God acht geslagen heeft, aandacht heeft gegeven, gezien heeft wie wij zijn. En wat ziet hij dan? Dat wij grof zijn en zwak. En bekijkt u het dan maar zo, dan kijkt de Heer naar de gemeente en dan ziet hij, of het nou ambtsdragers zijn of gemeenteleden, dan ziet hij, daar zit er een die last heeft van grovigheid. En daar zit er een die daar ook last van heeft. En als ik eigenlijk de hele gemeente bezie, hebben ze er allemaal last van, daar moet ik wat aan doen. Daar moet ik wat aan doen in mijn goedheid, daar moet ik mijn evangelie iedere week laten brengen. Dan moet ik dat ook laten tonen in de tekenen van water en gebroken brood en vergoten wijn, zodat ze verlost mogen worden van die grovigheid en van die zwakheid. En neem dat waar letterlijk, dat woord, grof. Zonde maakt grof. Zonde stompt af. Zonde maakt bot. Heb je dat wel eens gemerkt? Dat zonde je kan afstompen, ongevoelig kan maken.
Dat is de ingrijpende consequentie, het ingrijpende gevolg van de zondeval. Voor de zondeval wandelden Adam en Eva door het paradijs en aan de wind kenden ze God. De wind door de bomen, door de struiken, was voor hen Gods aanwezigheid. Het ritselen van een blaadje. God is er. Ze kenden God aan de wind des daags. Alles was in hun leven zo fijn gevoelig en zo fijn besnaard, dat ze dat contact met God hadden afgestemd op de Heere en zijn dienst. En hoe is dat na de zondeval geworden? De grootste orkaan laat mensen nog niet naar God luisteren. Het kan stormen in je leven. En hoeveel vragen dan naar de Heere? Adam en Eva hadden voor de zondeval geen dominee nodig. Een ritselend blaadje was genoeg. Maar vandaag de dag kan je de beste predikers uitnodigen op de kansel. Maar als de geest er niet in meekomt, dan verandert er in het leven, in het hart van een mens, niks. Dan was het een preek die boeide, dan heeft hij het goed gezegd. Maar we gaan gewoon door met ons leven. God ziet onze grovigheid. We begrijpen van nature de geestelijke dingen niet meer. Heb je daar ook wel eens last van? Een kind van God heeft daar ook nog last van, wist u dat? Dan heeft de geest je een keer geraakt met dat woord en dan is dat woord een keer opengegaan voor je hart en je hart voor dat woord opengegaan en het heeft toch inderdaad iets veranderd. Maar dan kun je zo'n week hebben dat je in de Bijbel leest en het raakt je niet. Ken je dat? Dan kan je misschien wel een maand lezen in de Bijbel en het spreekt niet tot je. Het is lastig, het is moeilijk, het doet je niks, je snapt het niet. Nou, dat is die grovigheid. Die ook na ontvangen genade nog niet helemaal weg is. Straks, dan zullen we hem kennen zoals hij ons gekend heeft. Dan zullen we hem ten volle de eer geven. Dat is de toekomst. Maar hier, in het strijdperk van dit leven, in de strijd van het geloof, ben je het soms helemaal kwijt. Rotsen op de weg, stenen op je weg. En je komt er niet toe. Of je gebed, zomaar afgeleid, zomaar kwijt, zomaar, je weet niet eens wat je moet bidden soms. We zijn zo afhankelijk van het werk van de geest om de dingen die van God zijn te kunnen verstaan. En al heeft de geest van het uitwendige woord dat ons gepreekt wordt, inwendig ons geraakt en geestelijk leven gewekt. Iedere zondag is het toch weer. Heren, niet met mijn hele hart nog. Met mijn hele verstand, met mijn hele ziel en met al mijn krachten. Zijn er zeker wel momenten dat de geest het zo in je hart werkt en zo bij je overbrengt vanuit het woord of door de prediking of aan de tafel of in een doopdienst. Dat je het mag zeggen en mag geloven en mag uitjubelen. Maar er zijn ook van die dagen, is het allemaal zo vlak en kabbelt het maar voort. Niet waar? Nou, dat weet de Heere ook. Onze goede God weet wat van zijn maaksel is te wachten. En dan is het zo goed dat hij niet alleen maar het begin werkt, dat de geest uitgezonden wordt om dat nieuwe leven in een hart te werken, de wedergeboorte, het geloof als een gave te schenken, maar dat hij het ook onderhouden wil, voeden wil, die middelen wil geven waardoor dat geloof gestimuleerd wordt, geactiveerd wordt, gevoed wordt, dat hij doorgaat met het onderhouden ervan, dat hij dingen geeft die ons te hulp kunnen komen.
En als je dat weer eens gaat zien, dan beleid je het toch van harte mee. Onze goede God. Want dan is het van begin tot eind zijn werk. En moet het ons tot verwondering stemmen als het weer zondag geworden is en we mogen de zondag weer beleven. En de deuren van de kerk worden door de kosten weer opengezet. Als zijnde de hand van God die nodigt, kom, hier wordt de rust geschonken. Dan moet het ons in verwondering ook uitdrijven om gebruik te maken van die genademiddelen. U ziet de goedheid van God in Matteüs 28. Als de Heer Jezus ze daar ontboden heeft en ze daar samengekomen zijn omdat hij afscheid gaat nemen, omdat hij naar de hemel teruggaat. En hij zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan zegt hij dat als hij de discipelenkring rondgekeken heeft en hij gezien heeft, er zijn er die mij aanbidden. Er zitten er ook nog tussen die twijfelen. En dan geeft hij die twijfelaars geen draai om de oren. Kijk nou toch, joh. Zie nou toch. Nee. Hij vaart met handen uitgestrekt, zegenend straks op, nadat hij gezegd heeft, ook tegen de twijfelaars, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij ze vertroost met die belofte, ik ben met u. Ook met twijfelaars. Alle dagen tot de voleinding van de wereld. Sommigen twijfelden. Het zijn allemaal discipelen. Ze waren hem allemaal gevolgd. Er was allemaal liefde voor hem in hun hart gekomen. Ze hadden allemaal een band aan hem gekregen. Ze hadden allemaal genade ontvangen om in hem te geloven. En toch die twijfel. En als hij zichzelf daar vertoont als de opgestane die de macht heeft over de dood en over het graf. En nog eens een keer getuigt, ik heb alle macht. Ziet u de grovigheid van ons? Dan zijn er die zelfs als ze dat zien, er gewoon niet toe overeen kunnen komen. Het gewoon niet kwijt kunnen raken. Zou het nou echt zijn? Zou het nou ook echt voor mij zijn? Dat er bij u of jou of bij mij een band gekomen is aan de Heer Jezus. Dat je hem lief hebt gekregen. Dat je ook echt van harte hebt mogen zeggen je ja-woord op die vragen. Omdat je hem wil volgen. Dat hij bij tijden ook echt op je, dat je gesproken heeft. Ik voor u. Anders had gij de eeuwige dood moeten sterven. En je hart mocht het meezingen en ermee instemmen. Hij heeft zich over mij willen ontfermen. In mijn schuld, in mijn schamelheid, in mijn zonde. Ik heb het aan hem mogen belijden. En toen kwam Christus en hij heeft me opgeraapt. Dat je er iets van mag kennen om ook een keer te kunnen zeggen, mijn Jezus, mijn zaligmaker. En misschien heb je zo wel eens in de kerk naar een preek mogen luisteren. Of heb je misschien wel eens aan de tafel het gebroken brood mogen aanpakken. En het mogen proeven, zijn liefde voor de zondaar die je bent. En dat je hebt mogen zeggen, amen, Heere Jezus, uw liefde is me alles waard van nu voortaan. Ik wil het echt. En je bent nog niet je voordeur binnengestapt. Is dat nou wel waar, joh? Heb je je niet vergist? En dat heel onbedacht, zomaar de boze ineens op je nek zit. En je bespringt op de meest onverwachte momenten. Zelfs als de Heer Jezus laat zien dat hij de dood overwonnen heeft en sommigen twijfelden. En wat doet die goede herder dan? Dan gaat hij ze vertroosten. Dan gaat hij ze vertroosten. Mij is gegeven alle macht. Ook over die duivel die dat je influistert. Ook over al die andere machten die je kunnen lagen kunnen leggen en je proberen te laten struikelen. Ik ben de koning van de kerk. Ik waak over mijn kerk. Ook al ga ik naar het huis van mijn vader. Ik zend u mijn geest. Ik zend u mijn woord. En mijn sacramenten.
En door de prediking van het woord en de bediening van de sacramenten onderstreept de koning van de kerk zijn hartelijke liefde jegens zijn volk, ingesteld door de Heere zelf. En tussen dat rijke, ik heb alle macht in hemel en op aarde, en tussen die belofte en die belofte die zegt, ik ben met u al de dagen, daartussen staat de opdracht voor de prediking en de bediening van de sacramenten. Zo is de Heer Jezus opgevaren. Zo waakt hij over zijn kerk. Zo waakt hij over diegenen die hem lief hebben gekregen en de strijd van het geloof nog hebben te strijden. En die sacramenten die hij gegeven heeft, dat zijn er twee. Dat wordt even nadrukkelijk gezegd in onze belijdenis. Dat is natuurlijk een regel die iets zegt over wat de Rooms-Katholieke Kerk aan 7 sacramenten heeft bedacht. Wij houden ons aan de 2 waarvan we onomstotelijk weten dat de Heer Jezus Christus ze zelf heeft ingesteld. Op die 2 sacramenten ga ik nu inhoudelijk niet verder in, want dat komt nog uitgebreid aan de orde. Maar de Heer Jezus heeft er 2 aan zijn kerk gegeven, die vanuit het Oude Testament aan de Nieuwtestamentische kerk geschonken wordt. De besnijdenis die is overgegaan in de heilige doop. En het Pascha is overgegaan in het heilig avondmaal. Om aan ons zijn belofte te verzegelen. Daar zie je weer iets van de goedheid van God. Hij had die sacramenten niet hoeven geven. Hoor en uw ziel zal leven. Ze hebben de profeten, Mozes en de profeten, als ze daar niet genoeg aan hebben, dan zullen ze niet zalig worden. Maar nu is God zo goed geweest dat hij beide zijn woord van Mozes en de profeten, het hele schrift, ook nog tekens en zegels geeft om de belofte van hem te verzegelen. Concreet, zichtbaar onderwijs. Hij hangt er een zegel aan. En wie wel eens een keer in de het museum geweest is en misschien een oude oorkonde heeft gezien, daar zit zo'n lakzegel aan de onderkant met het stempel van de gezaghebbende instantie, van de koning of van de stadhouder of van wie dan ook maar gezag heeft. En dat zegel zegt, wat hier staat is waar, dat heb ik zelf gezegd, dat zijn mijn woorden, ik heb het bezegeld met mijn zegel. Een handtekening ondergezet, maar een zegel is eigenlijk nog krachtiger. Wat hier staat is waar. U kan er van op aan, u kan er zeker van zijn. En als de Heere dat doet met zijn belofte, dan zegt hij dit. U kan er zeker van zijn dat ik het goede met u voor heb. Dat ik het goed met u bedoel. En dat mijn beloften betrouwbaar zijn. Want ik weet dat er zo snel ja-maars kunnen opkomen. En ik weet dat er zoveel onzekerheid kan zijn en dat u in situaties terecht kan komen die haaks lijken te staan op wat ik zeg in mijn woord. En daarom geef ik u er een zegel bij. Al is de omstandigheid waarin u verkeert, al is de situatie waarin u leeft misschien wel helemaal tegengesteld aan wat ik beloof, geloof uw oren maar. Want ik spreek de waarheid om uw onrustige hart tot rust te brengen. Om een onderpand te zijn van zijn goedwilligheid jegens ons. Om ons zo nu en dan ook iets tastbaars in handen te geven. Dat ik het voelen mag, dat ik het zien mag, dat ik het proeven mag. God is goed voor slechte mensen. Dat hij ons als het ware een stukje in handen geeft van wat hij heeft weggelegd en als een schat bewaard in de hemel. En dat dat echt is. Je mag het zien in dat water dat sijpelt over het voorhoofdje van je kindje als je het ten doop houdt. Omdat God zegt, ik wil dat je kind dat ik je geschonken heb naar voren komt brengen, zodat ik mijn naam kan verbinden aan zijn of haar naam. En dan zie je dat water over dat voorhoofdje stromen. Zo echt reinigt het bloed van Christus dat gestroomd heeft op Golgotha. Zo echt mag ik het zien. God is een ontfermend God over ons en onze kinderen.
En dat je het bij brood en beker mag zien, zijn genade, zijn aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Is het waar? Echt waar? Neem. Eet. Gedenk. Geloof. En denk terug aan dat moment dat het voorhoofd van uzelf door dat water werd geraakt en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest zijn beloften verzegelde aan uw naam. Het is echt. Zoals een jongen aan zijn meisje, als ze gaan verloven, een onderpand kan geven, een ring kan geven, een verlovingsring kan geven. Als bewijs. Ik heb je hartelijk lief. En over een poosje gaan we trouwen. Maar ik wil je er nu alvast van verzekeren dat mijn liefde voor jou is. En straks kom ik je halen. En zullen we altijd bij elkaar zijn. Heb je zo wel eens naar de sacramenten gekeken? Als onderpand van zijn liefde jegens zijn bruidskerk. Mijn hartelijke liefde jegens u, de zondaar. Ik wil u ervan verzekeren, als door water en een stukje brood en een slokje wijn. U bent mijn bruid. En straks kom ik je halen. En zijn we eeuwig samen. Kan je wel eens verlangen naar het sacrament, toch? Om nog eens, als het ware, in die ring te kijken naar zijn naam die daarin gegraveerd staat. En hij heeft mijn naam gegraveerd in zijn handpalm. En dat gaat er nooit meer uit. Om zo dat wankelmoedige geloof dat het zomaar kwijt kan zijn te voeden, aan te wakkeren. En dan gaat het bij de sacramenten niet om een verzekerd geloof, een diep doorgeleid geloof, om een geloof dat groot en sterk en geworteld is. En om een waar geloof. Al is het zo groot als een mosterdzaad. Om dat echte. Waar kan ik dat aan herkennen, dominee? Echt of waar geloof? Dat is mijn worsteling. Echt geloof is te herkennen aan dat je de Heer Jezus niet missen kan. Ja, er zijn van die tijden dat het allemaal zo flauw en vlak is. Je grovigheid is dan weer zo aanwezig. Maar toch, dan komt de Geest, want hij laat niet los het werk dat hij begon. Kan je de Heer Jezus als je heiland, als je verlosser, als je borg, als je zaligmaker niet missen? Heb je hem nodig? Nodig, omdat je je grovigheid als nood hebt gezien. Ik heb hem nodig. Dat de hand ophoudt en zegt, Heer Jezus, ik heb helemaal niks dan zonde en schuld. Midden in de dood. Maar u hebt alles. En u hebt alles volbracht. Ik kom tot u. Gekropen, gevlucht. Soms van achteren de zoom van zijn kleed aanrakend. En weet u, met al dat soort geloof, klein bestreden, maar dat echte, daarvan geldt, hij zal ze groter maken. De kleine zal hij zelf groter maken. Zij die hem niet kunnen missen, hij zal ze leiden zachtjes aan zijn hand. Dat geloof dat op de vraag, hebt ge mij lief, soms niet eens hardop volmondig durft te zeggen, ja Heere, ik heb u lief. Soms maar fluisterend zegt, Heere, u weet alle dingen.
En u weet ook dat er liefde in mijn hart is voor u. Zulke komt hij tegemoet. Zulke komt hij oprapen en versterken. Heb u daar behoefte aan? Heb u daar behoefte aan? Versterk hetgeen gij hebt gewerkt. Snap je die psalm? Als er geen behoefte aan is, hoe kan dat dan? Dan ben je of nog onbekeerd en gaat het allemaal nog langs je heen. Bekeer je dan en bid dan, Heere, raak me met dat evangelie tot uw eer. Of je bent een verloren zoon die ver weggedwaald is, omdat je aandacht op allerlei andere dingen werd gericht en je de zonde weer toeliet in je leven misschien. Heb je daar behoefte aan dat hij het dagelijks, wekelijks komt versterken? Want dat heeft onderhoud nodig. En dan wilde ik nog iets zeggen over de werking. Maar zullen we dat maar bewaren voor een volgende keer? Als we het behandelen bij wat de werking dan is van de doop en van het heiligavondmaal. Wat hij uiterlijk doet en innerlijk in ons bevestigt. Tot zijn eer. Geen onbekende dingen hoop ik voor u. Dat u in de prediking en in de bediening van het evangelie, ook zichtbaar in de sacramenten, zegt, ja, maar hier hoor en zie ik mijn liefste. U, Heer Jezus, bent mijn liefste. Wij geloven, zeg u het mee, dat onze goede God zo voor ons zorgt. Amen.